Dag beste kijkers, welkom bij de 15e aflevering van Sassenhoek TV. Deze keer gaat we op bezoek bij Le Bon Pardon. Goedenavond Viggo, en bedankt dat je weer terug bent gekomen. Mooi zijn, kijk eens in, Le Bon Pardon. En ik heb gehoord, ze gaan hier straks oefenen. En ik denk dat ze ook wel een nummer die voor ons gaan spelen. Maar ik heb ook nog hier met een nummer. Wat dacht je van, mijn grote vriend, kijk eens. Hij is er weer, hè? Goeiedag, Wim. Hij is er weer. We gaan straks samen eventjes naar binnen. Ja, we gaan eens even kijken. Kijk wat er allemaal wel hier. Ik vind het nog verdacht stil hier. Ja, maar dat kun je zo wel, denk ik. Als ze ons maar zien, dan... Zo dan los, hoor. Ja, dat giet los. En dan pak ik me straks nog in mijn perf. En dan het een en ander nog in voor. Kijk maar of je nog een beetje scoop zet. Gewoon weer even kijken. Zullen we eens even gaan kijken? Nou, kom maar. Geld, ga ook mee. Kom op. We gaan kijken. Ik vind het toch eerlijk belangrijk dat de naam de Bon Pardon blijft staan. En niet een clubje aan de kant gooien en begin maar weer een nieuw clubje. Nee, ik stond voor de naam de Bon Pardon en dan dacht ik, die wil ik graag groot maken. Echt de naam gevonden die iedereen kent, de Bon Pardon. Met al zijn mooie dingen en zijn minder mooie dingen, maar foutjes maken wij natuurlijk ook. Muzikaal ook gewoon in de organisatie. Maar er zijn wel gewoon mensen voor, maar we werken keihard. En wij niet alleen het, en wij bepalen natuurlijk niet de Bon Pardon. De Bon Pardon, dat zijn jongens die bij gezamenlijk de Bon Pardon mee bent. En die Martijn en ik, want zonder die jongens, geen de Bon Pardon. Nee, dat is logisch. Maar goed, het is wel zo, er zijn er wel een paar die het moeten aansturen. En ik vergeet het nooit dat vroeger zaten we aan de Westerlaan. Ja. En toen op een gegeven moment toen kwam daar een Henny Middelmans die kwam, ik ga noten lezen. Leon, ik ga bij de PTT helemaal niet. Ja, dat klopt. Dus je kijkt met z'n allen van, wacht, die is niet goed, die is. Ja, dat dacht ik allemaal, ja. En die liep
in optocht mee. Ja. Toen kwam kleine Martijntje, die kwam erbij. Die kwam erbij. Ja, die zat inmiddels al wel bij de drumband. Ja. En dan ben ik zelf eigenlijk ook begonnen. Ik ben vroeger begonnen, zeg maar, 10-jarig jongetje, bij de padvinder drumband. Van vader en zoon van Vels. Dat waren alleen maar trommels. En er waren alleen maar trommels en signaalboards. Ja. En daar ben ik begonnen met muziek maken. Toen ben ik naar de PDT gegaan. Nou, vond ik eigenlijk dat ik te oud was om in een korte broek bij de padvinders nog te zitten. Je hebt wel mooie slanke bietjes. Ja, ik had wel mooie slanke bietjes, dus dat vind je ook wel. Maar ik denk, nou, dan ga ik ook naar de PDT. Ja, maar ik ben ook eigenlijk bij de PDT, ja, maar ik ben de drummer gekomen. Maar gewoon als signaalboard. En later een basje heb ik gespeeld. Ik weet het Soezervoort. En andere dingen, ik weet niet eens meer hoe ik die toevallig noem. Maar Martijn ging op een gegeven moment, de dames gingen op muziekles. En dat leek mij ook mooi. Ik denk, ik maak mijn hele leven eerlijk aan muziek, maar nog nooit van noten af. En toen was ik 42, toen ben ik met een paar buren, Pieter de Pol Lassen, en Bert Gouvré, en Remco, Pol, Martijn, Marleen en mijn vrouw, zijn we echt in een klein klasje gaan zitten met kleine kinderen nootjes lezen. Ja. Ik denk, ik laat me het niet afnemen, ik wil het leren. Nou, vandaar is gekomen en vandaar ben ik in de muziek gerold bij de Blauwe Engel. En op een gegeven moment zou Martijn, die zou daar naartoe. Als mechanist, maar eventjes een weekendje daarnaast, toen zei hij, nou volgens mij kun je wel aan de bladen. Ga je met een trompet en dan vraag je je vader, want op dat moment liep ik nog even een jaartje bij de zegelstappers mee, ja. Als mechanist. Dus maar ik denk, nou, dan word ik mechanist bij de Blauwe Engel, maar dat duurde ook een half jaartje. Toen moest ik over naar de bariton, dus moest ik keihard werken. Maar ik had er voorover op 20 uur in de week. Zelfs de buren zeiden, ja, nou kent het wel. Ik weet er alles van. Ja, jij weet er alles van, hè. Daar woont net twee huizen van mezelf. Dus wat dat betreft is dat allemaal wel goed gekomen. Maar ik denk, laat me het geld niet opnemen. Kapelleider. Of hoe noem je dat? Ja, kapelmeester. Hoe gaat zoiets? Hoe word je kapelleider? Zijn de jongens die zeggen van, nou, hij heeft een grote mond en kikstreen en hij kan het wel? Of gaat dat van... Nee. Ik heb natuurlijk ook niet gedegen. Ik ben ook begonnen bij de PDT Harmonie. Nou, soms Harmonie in de Roepen, heet dat geloof ik. Ja. Daar ben ik begonnen met Joop Vierhuis. Nou, als ik nu een aantal jaar later het rijtje van elkaar optel, Joop Vierhuis en natuurlijk Gerard van Horst. Dan ben ik wel gegroeid tot iets waar ik nu ben. En ik heb ooit eens tegen mensen gezegd, ik ben gevormd, naar mijn idee, door de beste muzikanten van Zwolle. Die Zwolle rijk was. Ja. De settings en gedachten zijn nog helemaal van Joop en van Gerrit. Dat heb ik altijd meegenomen. Ik heb altijd goed afgekeken, noem ik dat. En dat hanteer ik nu nog steeds. En ik kom er nog steeds achter, het werkt ook nog steeds. En nee, ik ben geen boze man. Nee, ik ben ook zeker geen arrogante man. Al vindt men dat ze af en toe wel. Alleen, je moet een beetje discipline creëren en behouden in een groep. En dat valt niet altijd mee. En moet je wel eens. Nou, dat was dus mijn volgende vraag. Kijk, ik loop natuurlijk als fotograaf door hele carnaval heen. Ja. En ik volg jullie, ik vind jullie zelf geweldig. Ik volg jullie heel veel. En dan hoor je ook nog wel eens dingen van, oh god, daar gaat de bal nog weer. En dan denk ik van, jongens, hoe komen jullie daar dan toch bij, weet je wel? Want die jongens, die hoeven, ik weet niet hoeveel uur, ze trainen, ik weet niet hoe vaak ook. Ze laten er alles voor staan. Dan denk ik van, hoe kun je nou arrogant wezen? Ik denk niet dat dat arrogantie is. Ik denk dat het de discipline is, die een zeker een kennisofier ziet. En een kennisofier die op pad is, die denkt alleen maar, oh, wat feest maken, oh, niet zo moeilijk. Het is niet het moeilijk doen. Het is juist het doel bij elkaar gaan, dat jij het aan de andere kant juist gezellig kunt hebben. Ja. En dat kan alleen als je een beetje discipline hebt, alleen men ziet dat als arrogant. Maar nog hebben we het over carnaval. Ik neem aan dat jullie niet 8 maanden van het jaar stil liggen en 4 maanden voorbereiden naar carnaval en dan weer stoppen van jongens, wat doen jullie nog meer? Waar gaan jullie nog meer heen? Nou ja, als jij iets kan opnoemen waar wij niet mee aanwezig zijn, dan vind ik dat al vrij knap. Ja, dit jaar voor het eerst bij het festival in de Diertop. Nou, niet voor het eerst, hè? Niet voor het eerst. Heb je zelf verkondigd? Nee, het is niet voor het eerst. Als je het goed gelezen hebt, dan hebben wij aangekondigd dat we weer terug zijn. Oké. We hebben al jaren
iedere dag komen we op het Kvelderfestival. Een aantal jaar ook niet, maar dat komt omdat wij ergens anders geboekt zijn. Dus dat zijn taaloptredens. Biertop, hartstikke leuk. Gratis, kostgeld. En dan maken wij de keuze, we gaan naar een taaloptreden. In dit geval is het dan met Groente de Sneeuw. Dat is ook logisch, vrij logisch. Ja, want er moeten nog instrumenten komen, er moet muziek. Ik neem aan dat je die muziek niet zo ergens vandaan haalt, er zal denk ik betaald voor moeten worden voor bepaalde stukken. Dus dat geld moet ergens vandaan komen en dan kan ik me best voorstellen dat je zegt van nou, dan gaat een betaald optreden een keertje voor. Dat heeft ook weer zijn voordeel. Ja, dat is zo. We spelen natuurlijk al, we hebben ook vijf jaar, topjaar gehad bij de Boerwappers, want we hebben toen een dipje gehad. Toen zijn we een poosje weg geweest bij de IJmeus, toen hebben we al Dien gegeven en die Dien van dacht ik, Amsterdam en God, weet je, haar collega die werkt ook bij mij bij de VVD, die was punt 6. En heeft gevraagd van, kunnen we volgend jaar niet bij Boerwappers gekregen? Dan hebben we dan vijf jaar een hartstikke mooi jaar bij de Oerwappers gehad. En dan zijn we eigenlijk weggegaan voor het geld. Niet voor het geld, dan zeggen we gaan voor het geld naar de IJmeus toe. En wat de Oerwappers hadden we het net zo. En ik vind ook dat je eigenlijk twee topverenigingen in Zwolle hebt. De grootste, oudste vereniging, dat is natuurlijk wel de IJmeus en de Oerwappers. En dat vroeger de zakenwereld waren de IJmeus en de Oerwappers, waren de gewone jongens. Hè. En daarna zijn later. Tonnenzotters, Leukenschoegers, allemaal voorbij zien komen. Maar van oudsher zijn dat ook de twee. Maar we hebben vijf fantastische jaren gehad. Maar we konden natuurlijk, we speelden ook bij de Oerwappers drie avondjes. Terwijl we bij de IJmeus 37 uur draaien. Dus dat is voor ons dan ook een stuk een beetje inkomen dat we de zaal huren. Want hier, we spelen natuurlijk hier in de zaal van de muziekvereniging Voorwaarts. Daar moeten we elke avond huur voor betalen. En de muziek moet betalen, de kleding moet betalen. Ja. Jongens hebben geen contributie. We hebben ook geen sponsors. Waarom willen wij geen sponsor hebben? Want iedere kapel heeft wel een sponsor. Wij willen geen sponsors hebben, dan we gewoon zeggen, vooral de afgelopen 7, 8 jaar, een crisisjaar gehad, dat ook de bedrijven natuurlijk heel moeilijk zaten met hun geld. Maar we zeggen, jongens, ik vind ook, wij als blaaskapelletje moeten dat zelf kunnen gebruiken. Ja, dat is inderdaad zo. We hebben vroeger als gehad in de baan, want die was vroeger dan wel hoofdsponsor van de Mondendom. En die kwam op een gegeven moment met personeelsavond. En toen, we gaan naar jongens toe, maar die moet weer. Dus dan kunnen we niet op die sponsoravond spelen. Ja, dat is te veel. Vraag nu een keer wat en dan is het klaar. Ja. Ja. Wat zat nog in een individuele vraagjes? Wat mij opviel, kijk, met de carnaval lopen jullie altijd kriskras door elkaar. Nou zitten jullie allemaal netjes op een rij. Waar ook dus de blazerssectie en de drumsectie zitten wel 1,5-2 meter tussen. Hoe komt dat? Hoe zit dat? Nou, niveauverschil hè, tussen blazers en slagwerkers. Ja, we houden de boel mee scherp. Je durft nogal. Daar doen we niet. Dat is wel goed. Nee, met de carnaval dan is het lekker samen hoor. Lekker bij elkaar ook. Het oude iets van vroeger, de boerenkapel. Tegenwoordig is het allemaal dweilorkest. Wij noemen ons zelfs zeg maar stemmingsorkest. Maar vroeger waren het natuurlijk van huis uit boerenkapelletjes. En de boerenkapel, ja, wat was dat eigenlijk? Ja. He, wat was dat carnaval van kroegje naar kroegje? Dat was een boerenkapel. Ik denk dat de mensen nou ook een beetje beter inzicht hebben gekregen wat de Bommelom is, doet. Ja. En dat ze met alle ogen nu naar jullie kunnen kijken. En helemaal als dat stuk muziek er weer bij onder gezet wordt, en de voor en de achter. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Nou, jullie ook. Ook voor de uitnodiging. Ja, jullie ook hartstikke bedankt. Jullie ook hartstikke bedankt. Ja, heel leuk. Ja, ik vind het tof. Fijn dat jullie waren. Hartstikke bedankt. Ja. Mede co-presentator. Ik wil Wieger verder succes wensen. Want ik denk in Wieger daar wel een beste pers met werken. Want er moet nog heel wat ondertitel wel. Maar zo'n stukje. Je hebt het met in het Nederlands kunnen doen, dus maar Wieger, wie bent er klaar mee? Wie gaan we weer? Hey, Wieger. Bye bye. Wel, dat was het dan weer. Tot de volgende keer maar weer.